Sluit het laatste nieuwe gezicht hier aan tafel aan. Welkom. De heer Frank Serlier. Spreek ik uw naam zo goed? Ja, doe maar. Ja, ik wou het heel Frans doen. Serlier. Dat is goed, Serlier. Helemaal goed. Ja. Van lijst 14. Ook waar. Zeg ik ook goed. Een nieuwkomer in de politiek. Nou, hier wel. Ja, met uw partij, lijst 14. Ja. En kunt u heel kort op het gebied van zorg zeggen wat u drijft om daarvoor in de politiek te gaan? Ja, want ik denk dat de komende 4 jaar, met name voor de zorg, cruciaal gaan worden. Gaat het lukken? Dat wat het Rijk wil. Nou, ik ben altijd bewogen geweest door kwaliteit van leven voor iedereen. Ik denk dat we op aarde worden gezet door onze ouders. En dat we dan als ouders moeten zorgen dat we ook de kinderen kwaliteit van leven geven. Mm. Want anders is het maar een beetje raar natuurlijk als iemand op aarde gaat. Is er straks nog is er eigenlijk wel voldoende structuur om de lichtere vormen, om het zo maar te zeggen, die gaan voor zichzelf zorgen. Dat hebben we met elkaar bedacht nu, althans kabinet. Is er straks alleen nog maar een structuur voor die hele zware zorg? Of hebben we ook nog een structuur voor dat het ook inderdaad gaat lukken? Dat ook die lichtere vormen inderdaad voldoende hulp weten te krijgen. Ja, ook voor de lichtere vormen van ondersteuning om te voorkomen dat het verder afdwaalt. Mensen met financiële problemen bijvoorbeeld tijdig helpen voordat ze helemaal afzakken in hele grote financiële problemen. Mensen die hun... Dat willen we allemaal oplossen, willen we allemaal. Dus in alle partijen het ook helemaal over eens. Dat we dat allemaal willen oplossen. Maar hoe organiseren we dat? Ja, als u in de raad komt te zitten, wat gaat er dan anders dan als deze meneer niet in de raad komt te zitten? Ja, misschien komen we allebei wel in de raad. Doen niet allemaal hetzelfde. We gaan allemaal samen verenigen in één groot lokaal blok. Dat zou helemaal mooi zijn. En dan gaan we met z'n allen ervoor zorgen dat het beter in de buurt geregeld wordt. Want hoe meer mensen dichter bij de mens zitten. Want praat je over wijkverpleegkundigen? Praat je dan over één iemand verantwoordelijk maken? Maar één praatpersoon, één loket? Volgens mij ben ik daar net mee begonnen. Dat Centrum voor Jeugd en Gezin is een goed voorbeeld. Wat ons betreft wordt de oplossing een C-log. Of moet je naar hen toe komen? Die kunnen twee kanten op. Het wordt dan het Centrum voor Jeugd, Ouderen en Gezin bijvoorbeeld. Dat is dan de oplossing waarbij mensen laagdrempelig daar naartoe kunnen. Die hebben ook ogen en oren in de wijk. We hebben nu een vorm van sociale wijkteams. Wat wij daar jammer aan vinden, is dat die nog niet voldoende door onpartijdige mensen dat gesprek aangegaan wordt. Daar wordt nog te veel uitgegaan voor bepaalde specialismes. En wij willen aan alle kanten voorkomen dat mensen een bepaald etiketje op krijgen. Je moet proberen op een normale manier mee te kunnen functioneren. Dat betekent dat je heel laagdrempelig simpele dingen kan doen als een burendag organiseren. Dat is stap 1. Elkaar weer ontmoeten en vervolgens ben je elkaars oren en ogen. Daar zitten dan ook mensen bij. Van het Centrum voor Jeugd, Ouderen en Gezin. En die constateren wat er gebeurt. En dan kun je die hulp krijgen die helpt. Ook in de lichtere vorm. Of juist in de lichtere vorm. Oké, dank daarvoor. Ik moet helaas ook van u afscheid nemen. Mag ik nog één ding zeggen? Nee, spijt me. Voor iedereen die hier zit. Het is complimentendag vandaag. En ik wil graag een compliment maken aan alle vrijwilligers. En alle mensen die werken in de zorg. Dat mag wel. Top dat u dat zo nog even zegt. Nee, ik dacht dat u nog een belangrijk politiek standpunt voor het voetlicht wilde brengen. Helemaal super.